Wij verkopen onze groenten eigenlijk aan de meeste eigenlijk zijn retailers. Nogal wat grote in Duitsland gelegen. Daarnaast handelsbedrijven hier in Nederland, Denemarken. En de Scandinavische landen worden wel steeds belangrijker. En een klein stukje Engeland, om niet te vergeten. Toen we begonnen met het bedrijf, toen waren wij lid van een veiling. Maar daar zijn wij inmiddels al een jaar of 10 geleden mee gestopt. En wij doen eigenlijk rechtstreeks zaken met onze partners. Puur omdat je dan eigenlijk ook een beleving krijgt van wat vragen die klanten. In ons bedrijf is wel heel belangrijk, en zeker aan de afzijde toe, een afspraak is een afspraak. Dus als ik product verkocht heb of ik heb afspraken gemaakt voor een bepaalde week of periode, dan moeten we ook zorgen dat die er zijn. Zijn er calamiteiten met behoorlijke winst of invloeden wat gewoon uit te leggen zijn, dan zijn sommige retailers dan nog wel voor reden vatbaar. Maar als dat niet het geval is, dan zullen we in ieder geval zorgen dat er product komt. Of het bijgekocht wordt of een andere oplossing gezocht wordt. Maar dat proberen we wel sterk in te zijn.